Hallo, ze brengen ze bij Rikmus op een game. Bij dus de laatste aflevering van Uncharted 2. Among Thieves, we zijn bij de levensboom. Dit is niet meer wel een goed wapen voor een eindbaas. Maar ja. En met eindbaas bedoel ik als woord baas. Enkel fout. Wat doe ik hier, godsnaam? Goeie vraag, Drake. Zervic verslaan. Als ik me niet vergis, zag ik in schat liggen? Nee. Ik denk weer dingen in. Ik heb al 3 sniperkogels om de Zervic te doden. Is dat genoeg? Nee, anders noemde ik het namelijk geen eindbaas. Hey. Misschien moet ik nog een beetje vechten, dat zou best kunnen. Heb ik aan een sniper niet echt een goeie, moet ik zeggen. En nu zullen we een leuke cutscene. Van die lieve Lazervic. Ik heb er net een klein wapentje bij me. Had ik die al? Maar had ik die andere, die micro SS. Ik voel dat ding ook eten. Even om de hoek kijken. Je ziet in één keer dat het stroomt, dus je lei. Geen idee waarom, maar het is gewoon zo. Nou, daar gaat hij, jongens. Lekker drinken. Honger. Broodje borst, dat is een nummer van Hans Theo. Oh, het is echt net alsof je zaad aan het drinken is. Stop met je eigen zaad drinken. Dat is lekker, hè? Gaat nog goed met je Lazervic of heb je hulp nodig? Joppie. Kijk, zijn hele wonden zijn denk ik weg en die brandwond op zijn gezicht gaat geloof ik ook weg. Even om te laten zien hoe awesome hij nu is. Hoppakee. Dat is best awesome, geef toe. Drake? Dat ben ik niet. Drake! Hey, Zervic! Ik schiet je dood. Oh, shit. Drake, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Staak het vuren, precies. Hij is van mij. Ja, jij leeft nog, hè, Zervic. Je bent mijn type niet. Hoppakee! Nou, niemand is tenminste meer onsterfelijk vanaf nu, dat scheelt. Weet je wie wel onsterfelijk is? Lazervic. Weet, dacht je nou serieus dat je het gehaald had? Serieus? Ik had het net over een bossfight, man. We willen een bossfight zien. Nee. Nee. Jawel. Nee, dat meen je gewoon niet, hè? Hoppakee, hij is terug, hoor. Goed, zoals altijd. Even zijn nek breken. En hij pakt zijn goede oude shotgun. Shit. En dit is de eindbaas. Ik hoop dat het in één keer lukt, maar dat zal weer niet. Ik heb niet serieus die sniper, toch? In principe, de manier waarop je hem verslaat is niet eens zo heel moeilijk. Oké, ben jij van klimmen, Drake. Wat je doet is je rent. Hij rent achter je aan. Je wacht tot hij bij een van die leuke boompjes staat en dan schiet jij die boom. Zo makkelijk is het. Easy as pie. Komt hij nog? Ja, komt hij aan. Schiet nu. Oh, dat was te vroeg. Hé, hey, de Zervic, je schiet ook wel wat kogels op je. Voor mij voegt het heel weinig toe. Je moet gewoon een beetje rondrennen. Beetje improviseren wat je allemaal doen bent. Soms is gewoon een bepaalde rondjes te rennen. Een beetje structuur in rondjes aan te mengen. Maar momenteel heb ik echt zoiets van nul fucks. Ga maar dood, de Zervic. Zo is het momenteel. Dit is geen goede plek, want dan sta ik open voor kogels. Hier is een mooie boom waar je overheen kan rennen. La-di-da. Waar is hij eigenlijk momenteel? Maar daar gaat hij. En de Zervic. Boom! Oh, get your ass whooped! Dat je mij kunt tegenhouden! Oh, wow. Nu gaat hij waarschijnlijk zijn speciale aanval doen. Zijn speciale broodje borst, noem ik het altijd maar. Zo noem ik het eigenlijk nooit. Oh, kut, moet ik even springen hier. Even kijken. Oh, dude! Je steelt mijn moves! Gelukkig groeit het... Oh, hij gaat nou gewoon even van mijn grootmoeders dozen trucken stelen. Vind ik niet zo leuk, dit. Onorigineel! Oh, kut, ik moet even gaan klimmen. Even gaan klimmen. Twee keer klimmen. Hij heeft nou door hoe het spelletje werkt. Hij speelt slim. Ja, ik geef het toe, weet je. We gaan gewoon deze weer gebruiken. Ik vond het wel een goede eigenlijk. Sta recht. Nee, dank je. Lopen zelf eens overheen. Oh, kut. Hij is al te ver of niet soms. Oké, hij zit best wel in me. Lazervic. Kut. Au, dude. Niet cool. Ik moet hem slaan. Oké, fuck jou. Gooi me niet. Oké, hij gooide me. Gooi me niet. Oké, ik geloof dat hij me juist gegooid heeft. Dat bedoelde ik. Dus zo'n beetje. Oh, hij gaat rennen. Hier is Hars. Hars voor je. Oh, get your ass whooped. Ik zeg graag get your ass whooped. Vind ik leuk om te zeggen. Je kunt niet ontlopen. Oh, ik wel. Moet je eens zien. Ik ga haar niet ontlopen. Oh, dat is vuur. Dat is vuur. Wat nu? Oh, kut. Ja, nu doet hij een nieuwe aanval. Een nieuw trucje op zijn repertoire. Het heet, ik gooi een 3-dubbele granaat. Because fuck you, Nate. That's why. Hij gooit Nate naar Nate. Die grap is zo makkelijk vangen. Nou, weet je, Zervic. Granaten zijn niet om te vangen. Granaten zijn namelijk geen speelgoed. Wacht, wat hier komt? Waar is hij eigenlijk?
Bijna Savage. Hij is weg. Oh, hoi. Later. Oké, even rollen. Niet op, die hars schieten. Dat is gevaarlijk, hè. Oh. Dude, ik zei nog zo. Niet op die hars. Oké, kut. Hij gaat me pakken. Rol harder, Drake. Rol harder. Oké, het gaat nog goed. Even gaan we mijn leventjes restoren. Ik zou het echt vet vinden als ik het in één keer haalde. Dat voel ik me baas. Oh nee, nee, kut. Het gaat niet helemaal goed. Er zitten wat kleine technische foutjes in. Je kan beter de andere kant op rennen met de hars. Maar ja. Weet je, je moet roeien met de riemen die je hebt. En ik heb deze roeien gekregen zojuist. En ik heb ze ook, trouwens. Waar is hij nou? Komt hij daar vandaan? Ah, daar is hij. Hey, Lazara. Fitch. Hoppakee. Oké, ik moet even rollen. Moet gaan. Ik hoorde... Heb je pijn? Dat zou fijn zijn. Pijn is ook fijn. In jouw geval. Oké. Het gaat heel goed momenteel, weet je. Ik doe gewoon mijn ding. Ik weet niet of de hars wel damage doet. Misschien zie je alleen een filmpje als het damage doet. Ik weet niet precies. Ik vind dat het momenteel aardig goed gaat, weet je. Veel moeilijker dan dit gaat het gevecht namelijk niet bepaald worden. Ik zie het level afbrokkelen. Dus dat betekent dat het goed gaat voor ons. Voor hem gaat het niet echt goed. Hij is namelijk aan het doodgaan. En taak wat zwaar af, hoor. Gaat daar boven weer. Oh, kut. Maak het snel kapot. Oké, ging goed. Gaat allemaal... Oh, nee, kut. Kut. Nee. Oh, kut. Daar kom ik echt niet veel aan doen, weet je. Zo van, ja, hij schiet twee keer met een shotgun op je. Daar... Ik vraag me af welk deel van het spel ik opnieuw moet doen. Ik hoop dat hij als een triple nade gooit en een beetje even goed zit, zeg maar. En als hij dat niet doet, dan moet ik waarschijnlijk het hele gevecht opnieuw doen. Dat is best veel moeite. Kom op. Je krijgt het terugbetaald in AP's. Oké, we zijn eindelijk weer op het punt dat hij drie granaten gaat gooien. En dan twee, drie keer. Dat zullen wij zien, heer. Je kan heel veel dingen ontlopen. Mayonaise, pannenkoek. Zolang hij gewoon niet te veel schiet met zijn shotgun. Wat hij sowieso wel gaat doen, sowieso. Aan welke kant komt hij? Boven. Kom je nou over me heen? Oh, nu begint alles weer af te brokken. Het is weer zover, jongens. Als ik hier nou even een safe state kon maken. Weet je, dat kunnen emulators sluiten. Safe states. En onthoudt hij waar je bent en zo. Best handig. Als het nu even kon, dan zou dat fijn geweest zijn. Maar dat kan niet, hè. Dat kan niet. Nee, hele Zerfish. Nee. Ik ga hem gewoon even mijn normale rondje aanhouden. En niet te veel veranderen. Die granaten doen wel heel veel van het sap afgaan. Dat is best wel irritant. Deze gaan normaal nooit af, trouwens. Waar is hij? Vicky. Vicky. Oh, daar ben je. What the fuck? Wat de... hoe kom je daar? Rol. Rol harder, Rick. Rol voor je leven. Oh, dat hart gaat sowieso af daardoor, of niet? Ja, oké. Dat is jammer. Dan moet ik even een extra rondje pakken. Of 10. Maar momenteel gaan we zeker nog 10 rondjes maken. Dit is best wel een saaie boss fight. Dit is een boss. Ik vind het echt geen boss. Het is meer een beetje agility en een beetje op dingen schieten. En af en toe wat kogels ontwijken. Veel rollen. Vergeet veel rollen niet. Zeker belangrijk. Bam. Kijk, dat is één. Dat keurde ik goed. I approve this message. Het is altijd heel precies wanneer je eigenlijk hit. Best wel jammer. Ik zie het spel wel afbrokkelen. Ik vind het goed. Ik keur het goed. Ook best wel raar dat die hart zo snel teruggroeit eigenlijk. Aan welke kant komt die? Oh, komt van onder. Voordat ik weer rare dingen ga doen. Bam. Oh, hij gooit, gooit granaatjes hoor. Ga maar stoer doen. Ga maar stoer doen, Lazarevich. Mij heb je er niet mee. Denk maar niet dat daar dit reserve spel af is. Er komen nog heel veel cutscenes. Er komt nog een heel stuk dat je moet rennen. En dat moet ik allemaal nog gaan doen. En dus wordt het een aardig lange aflevering. Gelukkig heb ik dus alles niet achter elkaar gedaan. In één aflevering. Dat zou niet zo heel goed geweest zijn. Oh, hij zit ernaast me of niet soms. Ja, het is weer zover. Het is weer zover. Het is weer zover. Lazare, pitch, het is weer zover. Komt weer van onder. Ja, dat is ook weer zover. Oh, kut. Hij komt me pakken. Hij komt me pakken. Ik moet even mijn rondje een beetje aanpassen, denk ik. Hoewel, het ging zo goed. Ik wil niet nog een keer opnieuw. Klim. Oh. Hij probeert te verkrachten. Nate me. Oh, dat was een grapje op Nirvana's Rape Me. Als je het nog niet door had. Kom eens hier, de Servage. Leave me alone. Leave Britney alone. Bam. Oh. Dat sloeg echt nergens op. Het was nog veel te laat. Ik dacht, als hij ongeveer in beeld is, als hij dan gewoon schiet, dan zit het ongeveer wel goed. Maar nee, dat viel tegen. Het hele bos begint trouwens ondertussen in brand te vliegen. Best wel logisch na al die explosies en zo. Ja, het spel vindt het nu pas logisch worden. Hij zit weer onder of niet? Nee, niet. Oh, oké, dan doen we dat even zo. Beetje laat, maar weet je, liever laat dan nooit. Het begint wat meer te brokkelen, zoals je ziet. Dus ik neem maar dat we het goed aan het doen zijn. Zag ik daar... Nee, dat is een wapen. Ik dacht even dat ik wat zag liggen aan een trophy of zo. Nee hoor. Ik kan hier ook gewoon tegenaan gaan staan en gewoon wachten hier zo. Dat die komt. Oh, hij zit daar boven opeens. Gaan ze hier opeens daar boven? Lazara?
Het zou gemeen zijn dat ik daar inviel door een granaatexplosie. Dat zou ik niet leuk vinden. Hij zit nog steeds achter me aan. Echt waar. Ja, hij is niet van iets een boefje. En boefje is hij zeker. Als hij iets is, is het wel een boefje. Of niet om de Zervich. Je moet een beetje hier blijven staan en zorgen ervoor dat hij sowieso via de bovenkant gaat. Zal ik zijn kale hoofd daar nou? Ik geloof het wel. Bam! Mooi! Is hij dood? Is hij dood? Nee, hij gaat nog door zeker. Kut. Ik word er wel verkracht door die granaten zo meteen. Oeps. Dat was niet de bedoeling. Drake! Ja! Hij heeft er zin in. De voordeeldagen zijn weer begonnen. Hamsteren! Dat heeft helemaal niks met het spel te maken, maar... zoals je ziet, het gaat niet helemaal goed hier in het fonteintje. Als ik Drake was, had ik misschien zelfs van die gezellige hars gedronken, maar hij heeft geen dorst. Dat is het probleem, weet je. Hij had best willen drinken, maar hij had geen dorst. Dat wordt problematisch, hè. Oh, kut. Nee. Dit wordt me dood, Oh, viel nog best wel mee, eigenlijk. Oh, kut. Well, fuck. Dat was een kleine omkering, dames en heren. We hebben een kleine turbulentie. Dat is turbulentie, zou je best kunnen... Oh, kut. Ah, kut. Drake, waar is hij momenteel? Mijn hele route is verpest door jou, Zervich. Een dikke pak. Zo, dat krijg je ervan als je met mijn route kut. Die sprong moet je ook blijven halen. Als je één keer valt, ja, dan ben je oud. Ben je dood vooral ook. Sommige granaten die mij blijven gooien. Het is niet grappig meer, man. Het is niet hip. Ik ben hip en trendy. Ik ben Lazarevich. Nee, dat ben je niet. Dan komt hij wel van boven, toch? Ah, precies. Heb je hem al. Oh! Get your ass whooped. Zoals altijd. Klassiekertje. Get your ass whooped. Even gauw klimmen, Drake. Ik denk nog één keertje of zo. Even gauw weg daar. Weg. Goed zo. Oké, goed zo. Nog één keertje denk ik Lazarevich pakken en dan hebben we hem. Je kan het hier proberen, trouwens. Als hij de geplande route neemt. Ja. Oké, kut. Dat ging niet helemaal zoals gepland, maar... Ik probeer het in ieder geval. Ik heb het gevoel dat die sprong steeds groter wordt, zeg maar. Steeds moeilijker, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik heb groei. Deze plant groeit eigenlijk altijd wel op commando, maar... Oké, ik ben een beetje... Nee. De Zervich staat naast me, what the fuck. Waarom? Waar heb ik dat aan verdiend? Daar gaan we in ieder geval met pakken. Niet doen. Niet doen, de Zervich. Je gaat dood, maar niet doen. Niet doen. Niet cool, oké. Dat scheelde heel weinig, kan ik je vertellen, maar we leven nog, De milkshake vlog, We leven nog en de milkshake vlog. Ik ga proberen hier af te maken. Maak het af, Drake. Oké, dat was niet de beslisser waar ik op gehoopt had. Ik vind het zo irritant dat hij hier al door neet gooit. Voor mij ga even rollen niet snel, dus ik kan beter gewoon niet rollen als hier een neet gooit. Dat is een strategie, weet je. Het zou kunnen werken, maar ik durf niks met zekerheid te zeggen. Moet hij even naar boven? Ah, kom op. Dat was even een kleine check. Komt hij vanaf boven? Nou, misschien. Ja, ik weet het nu. Nou, heeft het geen zin meer, weet je. Als toch alles al afbrokkelt. Dezelfde stukjes blijven trouwens afbrokkelen. Vind ik knap. En dan als ik zo meteen terugkom naar een rondje, dan zijn ze er niet meer. Auw, fuck. Fuck, man. Als ik dit nu verlies, dan ben ik best wel boos. Oh, hij is best wel snel aan het worden. Dat verklaart een hoop. Hij wordt gewoon sneller. Sneller jellen. Dat is het. Hier, pak maar aan. Nou, nee, dank je. Ah, kom op, man. Niet hip dit. Ik ken die altijd als een hippe, groovy kerel. Maar nee, hoor, die tijden zijn lang voorbij. Kom maar, kom maar. Bam! Yes, ik denk dat we hem hebben. We hebben hem. We hebben hem, jongens. Het heeft even geduurd, maar jemig, we hebben hem te pakken. Met één death. Nou, vooruit dan maar. Ik zal even laten genieten van deze laatste cut. Nou, het laatste cut zien dat lang niet, maar het is wel het einde van Lazarevich, in ieder geval. Je bent een monster. Maar je bent niet anders dan ik, Drake. Ik heb haar. Oh! 12. 13. Geen mededogen, geen genade. Nee, je bent een schurk, man. Nou? Come at me, bro. Come at me. Nee. Je mist gewoon de wil. Oh. Ja, misschien. Maar zij niet. Oh, dit weet ik nog zo goed. Maar zij niet. Wie hebben we daar? Ja, ja. Oké, nou ja, Lazarevich is in ieder geval dood, denk ik. Hij krijgt tenminste een flink pak slaag. En nou komt er nog een episch wegrenstukje. Waar ik jullie al over had verteld. Ik weet niet hoeveel devs we hier gaan halen. 1, 21, ik weet niet precies. Het is best wel moeilijk geloof ik, Het is gewoon een beetje springen, alleen dat is moeilijk voor mij. Ik ben half gehandicapt. God, zal coloreren. Je moet gewoon kijken waar geen gaten zijn. En daar moet je dan heen, zeg maar. Is dat moeilijk? Best wel, hè. Hoppakee. Oh, ik leef nog. Nog een koprol tussendoor, weet je wel. Zo werk ik nou eenmaal.
Zo ga ik nou eenmaal te werk. Oh, leef ik nog? Ja, mooie slow motion. Even gaan door, rennen Drake, anders ga je dood. Dit is een stuk moeilijker kijken. Als we de camera ook gaan veranderen, dan gaat het mis hoor. Dan gaat het flink mis. Hier zie ik wat dode krijgertjes liggen. Oh, wat jammer nou. Wat jammer nou dat het zo moet, hè. Het moet altijd zo. We zijn er bijna toch? Zo grappig was die brug er ook weer niet. Oeps! Ik liep mee. Ik sprong. Maar Drake sprong niet, zeg maar. Nou, ik drukte op X en Drake sprong niet. Dat was meer het plan. Mag ik weer helemaal opnieuw? Ah, joh. Zo lang stukje was het niet. Beter dan een reserve pitch opnieuw doen. Was ik meteen 6 minuten van mijn leven kwijt als het niet langer was. Van mijn leven. In het algemeen. En jullie levens. En daarom moet u deze video een duimpje omhoog geven. Oh nee. Kut. Bami. Kut. Nasi. Nasi Bami. Nasi Bami. Kut. Kut. Weer één def waarschijnlijk. We gaan proberen allebei één def. De baas en het renstukje allebei één doodje. Spring op tijd hier. Oh kut. Spring, klim en spring. Oké, dat ging aardig. Ging redelijk. Wel leuk dat de brug precies op tijd allemaal afbrokkelt om mij het net te laten halen. En ik ben er. Waar zijn Chloe en dingen ze eigenlijk? Goeie vraag. Ah, daar zijn ze al. Dat ging makkelijk. Hey, Naapman. Wat? James Bot, hij zat achter je. Maar James Bot wil al wat is al jaren dood. Nee, hij is onsterfelijk. Staat nergens op. Oh, kijk maar naar verschieten. Hé, hey, schiet maar om Chloe. Boeit me niks. Oh. Zo moeilijk. Maar ik is het niet eens. Oh, ik schiet wel een beetje scheef, geloof ik. Ik schoot gewoon alle kogels een beetje mis, maar dat maakt niet uit. Ik moet even klimmen, geloof ik. Ja, dank je. Altijd pakken ze je net op tijd. Altijd op tijd. Kom. Mag ik nog meer rennen? Oh, dat hoeft niet eens. Oké. Mooi. Omhoog dan maar. Up we go. Kom op, zonnetje. Een eigen huis. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt. Weet eigenlijk niet wat die persoon in de buurt. Gewoon altijd iemand in de buurt in het algemeen, denk ik. Wat nu? Heb je haar? Ja, ik ben niet kaal zoals de Servic. Wat? Dat staat nergens op. Oké dan. Oh shit, ik mag aan de kont zitten. Eindelijk, het heeft lang geduurd. Eigenlijk mocht ik dat al een paar keer. Maar nu mag het weer. Yeah. Zo. Oh nee. Elena, niet doen. Elena, hou vol. Oké, hou vol. Kom op, blijf bij ons. Kom op. Alles komt goed, alles komt helemaal goed. Ik hou ook van necrofilie daar niet van, weet je. Elena, niet zo flauw. Niet doodgaan nu. En opeens zijn we weer eens bij die goeie oude tens in. Goeie oude tens. Oh, ze is dood. Ja. Oh, ik ken een keer Tibetaans, dat is interessant. Ik ben hier al een tijdje zo te zien. Het was een lange, vreemde reis, vind je niet? Dat was het zeker. Nou en of. Nou en of. Weet je, je zou vaker de heldin moeten spelen. Vind ik wel leuk, ja. Nee. Zeg eens eerlijk, Nate. Wat? Hou je van haar? Ja. Chloe, het spijt me. Het is goed. Het is goed. Het is oké, maar doe jezelf een plezier, cowboy. Zeg het haar. En dan is er ineens van, hé, ze leeft nog. En wie zit erbij? Sully! Yes! Sully is ook terug, na 20 parts of zo. Misschien wel langer. Sully is terug. Oh, Sully, ik heb je gemist. Je zult hem missen, deze kom. Die ga ik zeker missen, ja. Vanwel, Chloe. Hey. Maak hem Chloe wel terug in een Charter 3, maar dat weet ik niet zeker. Moet het spel nog een keer even mijn aandacht spelen. Koppig als een ezel. Ik ben niet koppig, ik ben gewoon rusteloos. Oh. Dus, geen reuzen, Zavier. Jammer. Nee. En dat weet je zeker? Ja. Het is maar een metafoor, Sally. Metaforen leveren geen cent op, knul. Dat is jammer. Er zal wel iets anders langskomen. Daar moet je op vertrouwen. Ja. Vertrouwen plus een duppie is samen precies 10 cent. Wat een wijsheid. Ik vind Chloe, pakken, Sully. Pakken. Later. Oh, nee. Je bent de vieze oude man. Aha. Zeker die vieze oude man is.
Wat is dat toch wel? Oh, daar zat dat saffier in, steen. Goed, dat vind ik wel zo lullig. Drake is al, met Uncharted 3 erbij, al 3 games is hij aan het jagen op schatten. En hij wordt nooit rijk. Hij zet de hele dag zijn leven op het spel, maar vindt hij ooit geld? Nee. Weet je, waar betaalt Drake zijn belastingdienst? Nee, wat doet sowieso de belastingdienst tegen hem? Nee, je hebt 1000 man doodgeschoten. Dat hij gaat voor belasting betalen, jongen. Ham, nam, 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 ik nam, nam je gezicht. Ik denk niet zo ver vooruit. Ah, ik ben weer samen met mijn ex. High five, leuk einde van het spel. Maar ja, wat wil je? Ik ook niet. Mooi. Mooi. Dus, op een schaal van 1 tot 10... Hoe bang was je dat ik dood zou gaan? 4. 4? Ja, en? Een 4. Ja? Jij was op zijn minst een 8. Een 8? Je was echt wel een 8. Een 8? Die wachterdingen waren een 8. Dat meen je toch niet? Die waren wel een 8, ja. En wat is dan een 10? Clowns? Logisch, clowns. Clowns zijn erger dan mijn dood. Ja, sowieso. Ik haat clowns. Ach, je liegt. Je dacht dat ik dood was. Nee, je dacht dat ik er geweest was. Nee. Ja, echt wel. Nee, ik had je door. Stond gewoon te huilen. Ik zag de tranen rollen. Tranen? Mm-hmm. Het regende. Het was droog. Oh, het eindigt zelf wel zo mooi. En jij was aan het janken. Het was niet zonnig en jij was bewusteloos. Ach, wat je weet. Ik heb je tranen mooi wel bewaard. Ik heb bewijs. Een 4. Ik geef je 5, tevreden. En dat, dames en heren, was Uncharted. Heb ik hem al een keer op normaal gedaan eigenlijk? Op de kaart gezet, makkelijk. Die krijg ik allebei een ding voor, dat is mooi. We hebben het overwegen op de kaart gezet, normaal. Ik heb dit spel dus blijkbaar nog nooit op normaal uitgespeeld, maar jullie hebben hier bewijs. Ik heb het spel helemaal... Oh, ik heb ook super makkelijk. Ik wist niet eens dat het een difficulty was, joh. Oh, dus ik heb het nog niet slecht gedaan. Je hebt makkelijk. Je hebt super makkelijk, makkelijk, gemiddeld, moeilijk. En misschien heb je nog super moeilijk, dat weet ik niet. Want je eerste spel speelt het moeilijk helemaal. In ieder geval... Heel erg bedankt voor het kijken van deze serie. Ik vond het persoonlijk echt heel vet om te doen. Ik ga dus zeker alle andere Uncharted spellen nog doen. Misschien dat ik even stop en dan kan ik weer oppakken als Uncharted 4 komt. En dan doe ik dus eerst Uncharted 2, dan 4, dan 1, dan 3. Bij de eerste, de andere, hoe heet die getal ook weer? Nou, laat ik echt in mijn rol. Als je helemaal mijn rol weet, dan heb je, je hebt de ik weet het serieus niet meer hoe de getal 2, 4, 6, 8, etc. Waarom weet ik dat niet? Je hoeft niet eens een comment te plaatsen. Over 5 seconden weet ik het weer. Dit is van die opname dingen. Want ik moet continu lullen. En dan krijg je dat soort dingen. Dat je dat gewoon niet weet. Even en oneven getallen. Ik weet het weer. Eerst de even getallen. Eerst de oneven. En daarna de oneven getallen. Ik weet het niet. In ieder geval. Uncharted 2. Folks. Als je me helemaal gezien hebt. Doe het. Want dan krijg ik weer heel weinig geld. Want het partnership bedrijf betaalt me geen flikken. Maar dat boeit het niet. Want ik heb wel thumbnails. En dat vind ik goed genoeg en zo. Bedankt voor het kijken voor deze serie. Ik hou van je. Kom maar, knuffel. Ja. Nee, maar echt bedankt jongens. Ik vond hem echt vet om te doen. Hopelijk vonden jullie hem ook vet om te kijken. En tot later. Doei.